hebben een evenement gehad, het Carfestival genaamd. Dit evenement heeft haar oorsprong in India, 5000 jaar terug. Hari Hari Haribol! De stichter Acharya, dat is de founder van de ISKCON-gemeenschap, de International Society for Krishna Consciousness, die heeft dus dit festival naar het Westen gebracht. En van daaruit is het verspreid over de hele wereld. Inmiddels wordt het in vele landen gehouden, waaronder ook Amerika, Nederland, België, Guyana, Trinidad, noem maar op. En Suriname houdt het voor de eerste keer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Wij hebben dus een kar met daarin de drie beeldgedaanten. Hè? Sri Jagannath, Sri Baldev en Sri Subhadra Maharani Ji. En dat zijn dus de verschijningsvormen van de Heer, zoals wij die kennen. En die gaan één keer in het jaar gaan verlaten ze de tempel. Ja, waar ze dus eigenlijk verblijven. Want in de tempel, in de kerk, daar zoeken mensen God. Maar in dit geval verlaat de Heer één keer in het jaar de tempel om zegeningen te gaan verspreiden over de straten van een land. Ik denk dat Suriname in de situatie waarin we nu verkeren heel hard zegeningen nodig heeft. Net zoals regen valt. En de druppels niet kijken, geen onderscheid maken tussen ras, geslacht of politieke kleur, achtergrond, noem maar op. Dat de Heer, precies zo, wanneer deze beeldgedaanten zijn gekomen naar Suriname, want ze zijn in India vervaardigd en we hebben ze laten overvliegen naar Suriname, dat die beeldgedaanten, ongeacht de huidskleur, ongeacht zelfs je religieuze achtergrond, dat die zegening brengt voor het land Suriname, voor de bewoners van Suriname. Eigenlijk wordt er hiermee uitvoering gegeven door een discipel van Zijne Heiligheid Dhanavir Maharaj. Dat is een swami binnen de ISKCON-gemeenschap. Hij heeft een discipel hier in Suriname aan wie hij de instructie meegaf om voor Suriname een Ratyatra, een karfestival te organiseren. Wie is die discipel? Dat is Aniruddha Das. En hij is in het materiële leven staat hij bekend als Dr. Anil Mansaram. Familie van u? Dat is een broer van mij. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Het is een groot succes geworden. Ik ben heel erg blij met de opkomst dat zoveel mensen in dit land godsbewust worden. En dat ze ook willen meedoen. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, hey, wat is het Carfestival nou precies? Dus ik ga gewoon uit een stukje curiosity. Maar dan heb je ook een heleboel mensen die hierdoor in hun harten geraakt zullen worden. Want zoals je ziet is die kirtan, die muzikale begeleiding, is gewoon geweldig. Het raakt je echt, hè? En het is extatisch. En vindt dat je de straten schoon moet houden voor de Heer. Hè? Dus dan gaan we met de printabezem al vegend. We maken de straat schoon voordat de kar dus daar overheen kan gaan. Voordat de Heer daar overheen kan gaan. De geschriften zeggen dat iemand die met die printabezem over de straat is gegaan, dat die in een volgend leven een prins, een koning of een prinses of een koningin wordt. Dus na vanavond krijgen we hoogstwaarschijnlijk meer dan drie prins, want ik heb drie sweepers gezien. Nou, niet alleen drie, want ik zelf ben ook gaan sweepen en samen met mij mijn man en een heleboel andere mensen, dus een heleboel denk ik. Dus Mansaram kan in een volgend leven als prinses terugkomen. Dat geloven we, daarin geloven we zeker.